Denk je dat de enige kans is dat Ajax eerder gaat handelen dan volgende zomer? Qua spelers bedoel je? Ja. Ze hebben wel een paar zes op het oog die ze zouden willen hebben. Dat zijn spelers die nog vast liggen bij een club. En die zijn ook afhankelijk van blessures, speeltijd. Dat zijn situaties waar je in de zomer niet voor komt te staan. Ja. Dus het zal sowieso nu in januari zal het wel wat later zijn. Maar in de zomer zou je normaal gesproken wel je ding moeten doen. Ja, zeker met want het is ook zo. Want die spelers die ze gekocht hebben, die zijn laat gekomen. Die hebben dus al voor een andere club gespeeld. Ja, precies. Die kunnen niet meer weg. En zij naar Saudi of MLS of zo. Maar dat hoorde ik ook. Hè. Dat ze aan het kijken zijn met clubs uit Saudi-Arabië. Dat ze eventueel spelers op huurbasis weg kunnen doen. En dan met een verplichte koop. Mieke Tatsen wordt daarbij genoemd onder andere. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld zo'n Heuberg van Spurs. Daar was wel wat beweging. Maar ja, daar hebben ze ook middenvelders die naar de Afrika Cup gaan. Mm-hmm, ja. Je moet niet verwachten dat op nieuwjaarsdag een reces ligt. Ik denk eerder dat je moet wachten op 31 januari.